Hallo allemaal. Ik ben nog even aan het reorganiseren, want ik was even nog wat dingen vergeten. Sorry voor het gerommel. Zo. Nou, zo ben ik er klaar voor, denk ik. Is het een beetje zichtbaar? Ja, ik weet niet, maar het klinkt natuurlijk. Zo. Nou, ik ben benieuwd hoe druk het wordt, want iedereen is natuurlijk vrij. Of tenminste, iedereen, heel veel mensen zijn vrij. Of lekker nog even een lang weekend weg. Oh, kijk eens aan. Ines, Erika, Sylvia, Monja, Sonja. Ja, leuk, gezellig meiden. Ik liep van de week even mis, doordat de post niet helemaal meewerkte. Dus ja, en ik kan ook niet iets laten zien als ik het nog niet in huis heb. Ja, Marleen, je bent toch aangekomen. Hey Petra. Het is echt zo mooi papier. Ik ben al een beetje begonnen met het papier. Even tussen alle andere dingen door. Maar ik moest gewoon even kijken hoe het in zijn geheel eruit zou zien. We gaan ook nog wat weggeven tijdens deze live uitzending. Dat vertel ik straks als het zover is, zeg maar. Maar het komt erop neer in ieder geval dat degenen die meekijken en meeschrijven hieronder en gezellig meedoen, die maken kans op een leuk, ja, leuke prijs. Ik kan nog niet zeggen wat het is, dat komt straks. Ik ga eerst, dag Anita. Ja, mooi. Ik moest zelf ook even goed in de gaten houden hoor, want ik ben zo niet gewend om 1:30 'smiddags live te gaan. Dus Karel is al alleen op pad om boodschappen te doen. En dag Monique. En ik zeg, sorry, ik moet werken. Maar dit is echt leuk werk om te doen. Dus ik weet niet, moet jullie even kijken. Ik heb nu het licht uit. Als ik hem aandoe. Hoe vinden jullie het er dan uitzien? Zeg je van, nou, doe het licht maar weer gauw uit. Of toch met licht aan? Ik heb hier nu het licht aan. Het lijkt wel of je ogen zitten meten op de shirt. En nou is hij uit. Dus zeg maar, wat willen jullie? Aan of uit? Of maakt het niet uit? Dat kan natuurlijk ook nog. Is het met uit mooie, Sonja? Gezellig, Desiree. Ja, even zo op een drukke werkweek even lekker licht aan. Oké, nou, doen we het zo. Goed zo. Zo is net even beter. Het zijn echt hele mooie kleuren. Nou, ik ben sowieso al fan van roze natuurlijk, sinds onze kleindochter is geboren. Dus dat is voor mij al helemaal niet zo ramp. Maar dit met het blauw en het zeethema, wat we natuurlijk in Den Helder heel veel hebben, en strand, dan, ja, dan ga je overstag, hè. Dus ik ga even er doorheen met de lijnen. Dit is altijd een van mijn mooiste. Die vind ik zo leuk met die woordjes die je altijd weer uit kan knippen. En leuk op je kaart of project kan verwerken. En hier, kijk, ik weet niet. Ik moet hem wel een beetje onder de camera houden. Maar zo leuk ook weer hier met vogeltjes. Want er zitten ook wat vellen tussen die niet echt specifiek voor zee zijn of strand. Kun je ook zeggen van een hele leuk verjaardagskaartje mee maken. Dus voor die zitten de leuke bloemen vogeltjes en nestjes en dat soort dingen bij. Erg leuk. En hier natuurlijk het randje met schelpen. Mag niet ontbreken. Vlaglijn vind ik ook altijd heel erg leuk. Je kan ze zelf losnijden en met echt touw aan een draadje hangen. Dus heel veel mogelijkheden. Ja, de vuurtoren is natuurlijk perfect. Leuk altijd die kaartjes erbij. Achterkant ook nog. Dus daarom heb ik ook heel vaak dat ik dus zo'n serie twee keer koop. Want ja, het is leuk. Dan ga je hier wat knippen. En dan is daar een stukje weggevallen zonder een stuk zonde. Dit is in ieder geval de lijn Seaside Stories. En dit is het bordervel. Oh, ik zal nog even deze kant goed laten zien. Een beetje dichterbij. Oh, er zit ook een beetje blauw in, een beetje groen. Een paar bloemetjes. Erg leuk. Nou, hier komen de kleinere series. Die zal ik even achter voor de laatste bewaren. Dat is wel zo handig. Dus hebben ze allemaal tegelijk. Even kijken hoor. Zo. Dan doen we die daar even tussen. Zo.
Nou, het script, zoals ik dit altijd noem. Dus echt een beetje geschreven iets. Wat, je kan eigenlijk niet lezen wat er staat, maar dat hoeft ook niet. Vind ik altijd erg leuk als op een achtergrond. Ja, het is ook zonde om in te knippen, Marleen. Maar ja, ik heb het toch gedaan. En dan kon ik jullie toch straks even alvast een beetje laten zien hoe het wordt. Dit is ook weer zo'n vel dubbelzijdig. Nou, oh, die is ook leuk. Kijk eens, kleine zeepaardjes. Dat is toch wel heel erg gaaf. Nou ja, deze kun je natuurlijk ook apart uitsnijden en verwerken op je kaart als je niet een leuke afbeelding hebt. Nou ja, de vuurtoren hebben we sowieso weer. Er zit ook een vel bij. Die kan ik wel vast even zoeken. Met plaatjes. Kijk. Dus als je niet weet wat, als je zelf geen leuke foto's hebt van strand of wat dan ook, kun je met deze ook sowieso terecht. Kijk, in het water. Deze heb ik volgens mij gebruikt nu op mijn kaart. Nee, deze, andere kant. Erg leuk, bootje. Maar je ziet, eigenlijk hoeft dit niet per se voor een strand of zee thema te zijn. Je kan het ook heel leuk gebruiken voor een verjaardag. Deze zijn volgens mij enkelzijdig. Ja, dus dan heb je niet de kans dat je iets wegknipt of doet. En hier hebben we er nog één. En ja, ik vind deze wel heel mooi. Ik moet zeggen, deze ook, want ik weet nog toen wij gingen trouwen, dat is dan nu bijna 31 jaar geleden, gingen we naar het Scheepvaartmuseum in Sneek of in Enkhuizen, dat weet ik niet meer. En toen gingen we ook in zo'n bootje zitten. En Karel zit natuurlijk bij de marine, dus dat vonden we gewoon heel toepasselijk. En nu zit hier ook weer zo'n plaatje in. Dus hoe leuk kan het zijn? Nou ja, ook de bloemetjes weer, hè? Dus net wat ik zeg, het hoeft niet per se voor een zeethema of wat dan ook. Dus die wou ik even laten zien. Zo. Nou, hier is dus dan het vogeltje met het nestje. Erg leuk om weer los of in een album in een hoek te plakken. Erg leuk, een foto kan je ook losknippen natuurlijk. Naar de achterkant helemaal vol met schelpen. En echt het roze, dat is zo mooi. Oh, Sylvie, jouw man ook. Ja, dus daar hou jij hier toch ook wel van, denk ik. Ja. Ja, het is echt, ik kon ook niet wachten. Ik heb heel vaak dat ik, dat vind ik het zonde om in te snijden. Had ik nu ook wel, maar ik kon ook weer niet wachten om erin te snijden, zeg maar. Nou, hier heb je ook nog zo'n vel eigenlijk, waarvan je zegt, je kunt zeggen van ik gebruik alleen de hoekjes. En dan hier kun je een mooie foto op verwerken. En op de achterkant zijn de blauwe schelpen. Kijk, dit is de roze. Nou, moet je kijken hoe gaaf dat staat. Met dat beetje crème, niet wit, maar een beetje crème zit ertussen. Erg mooi. Nou, hier heb je dan, ik denk dat dit ook een heel leuk vel is voor mensen die layouts maken. Maar dan heb je al een hele mooie basis. Bovenin nog een zeepaardje. En hier heb je eigenlijk al een soort aquariumgevoeletje bij, zeg maar. Prachtig. En die schelpjes gewoon in kleur, dat is toch echt geweldig. Nou, hier kun je, als je wilt, is wel heel klein, zou je ze allemaal uit kunnen knippen. Maar ik ben bang dat dat toch wel heel klein wordt. En de broers en ooms ook nog. Ja, daar kun je hier zeker wel heel veel mee uit de voet, denk ik. Ja. Maar weet je, ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit Friesland en daar hebben we dan weer veel bos. Maar ik vind de zee hier toch altijd zo rustgevend. Als ik even heel gestrest ben of zo, mag ik graag even naar de dijk. Het is, nou, ik denk een kwartiertje lopen voor mij. En dan heerlijk daar, even de wind door je haar. Ik vind het heerlijk. Dus ik zou het niet meer terug willen. Nou, hier hebben we een soort strandtafereeltje. Daar hou ik dan weer niet van om op het strand te gaan liggen. Maar er zijn er vele gelukkig die het wel geweldig vinden. Dus daar kan je deze nog heel mooi bij gebruiken. Kijk, bovenin. Nog een heel subtiel randje, lijkt wel een beetje kantje. En op de achterkant nog meer strandstoelen en parasolletjes. Hele kleine figuurtjes, engeltje, balletje. Libellen zie ik zelfs, wat hele kleine schelpjes. Maar zelfs voor een groot vel vind ik dit gewoon heel mooi. Niet te grof, zeg maar, hè. Vaak heb je die grote vellen. En dan zijn de afbeeldingen zo groot dat je echt op een, met een kaart zoiets hebt van, nou, wat moet ik ermee? En met Pion is dat nooit het geval, vind ik. En dan hebben we nog een vel met labels. Noem het maar even een algemene term. Ook tickets heb ik hier. Kijk eens. Postzegels vind ik ook zo leuk als je een kartelschaar hebt. Ik heb een hele oude. Die maakt deze karteltjes. Ik weet ook niet of ze nog te offer zijn hoor. Want ik zou wel eens kunnen kijken. Met een hele kleine, nou ja, kartelrandje. Misschien kun je het zo beter zien. Nee, denk het niet. Kijk, die heeft zo'n kartelrandje. Daar knip ik dan meestal de postzegels mee uit. En als ik soms iets wil, want dit zijn natuurlijk ook leuke maatjes om een postzegel te maken.
Als je het met zo'n schaar doet, heb je het effect al. Is deze dubbelzijdig? Ja, de golven. Natuurlijk geweldig leuk, want deze stand heb ik klaar liggen, maar die wil ik ook nog gebruiken. Nou, hoe mooi is dat om die hierop te gebruiken? En dan misschien afstekend met een beetje een lichte kleur er tegenaan, want ja, moet toch een paar laagjes hebben. Maar ook weer een heel mooi vel. Smell the sea, feel the breeze, hear the ocean. Nou, hoe toepasselijk voor mij. Hoe leuk. En dan hebben we nog een heel mooi vel met plaatjes. Dat de mensen lekker in het, het strand leven. Staat ook, beach life. Dus het zegt genoeg. En wat een mooie combinatie toch, hè? Dat blauw en roze. Ja, Wiebrecht, wij zijn al een beetje van jaren geleden ooit begonnen. Hè? Dus een jaar of 20 misschien of zo. En toen waren dat soort dingen allemaal. Ik heb er wel meerdere gehad, maar deze is blijven hangen, zeg maar. Deze schaar. En ik wil hem ook niet missen ook. En dan hebben we de achterkant. Dat zijn de blauwe schelpen. Ze zouden eventueel ook nog uitgeknipt kunnen worden, maar het is wel heel fijn hoor. Maar op een kleine tag of zo is het natuurlijk wel heel leuk. En we hebben natuurlijk ook dat visnet, dat laat ik straks even zien. Daar kun je ze natuurlijk ook lekker in hangen. Nou, volgens mij was dat wel het zeethema, want we gaan nu over naar de bloemenserie. Dus je ziet, het is een lijn die zowel voor strand en alles... Oh ja, jij doet er nog 10 jaar bij. Nee, ik denk dat ik een jaar of 20 nu aan het vreubel ben. Maar dan zul jij misschien ook een stukje ouder wezen, of heel voorzichtig zeggen. Mooie bloemen. Nou, kijk, en dat vind ik altijd een van de mooiste, of mooiste, maar ik vind het heel fijn als er een streep in een papierlijn zit. Vaak maakt hem dat net even, ja, ik weet niet, ik heb daar iets mee. Een pleat vind ik ook altijd leuk, dat is dan weer meer. Een hokje, zeg maar. Maar een streep doet het altijd heel goed. En ik vind dat, ben altijd heel blij als hij ertussen zit. Nou, dan hebben we hem ook in blauw. En volgens mij zit daar ook streep op. Ja. Hier zie je heel kleine Franse lelies of swirltjes. Wat is het? Met wat teksten door, wat ook eigenlijk niet te lezen is. En ja, dat andere plaatje kan je een beetje zien als een zon. Er zitten stralen achter. En ook weer dat figuurtje. En dat zijn de blauwe bloemen. En dan hebben we ze ook nog in het roze. Roze met wat felle roze en groen. En daar heb je weer ook de schelpjes, de zeesterren en het zeewierachtig spul in het roze. Dat heb ik hier even zo mee. Deze vond ik ook erg leuk. Weet je, het groen wat in de zee leeft, zeg maar. En lekker verschillende kleuren. Roze, blauw, een beetje dat bruin taupe is het een beetje, denk ik. Erg leuk. En je ziet ook dit weer. Het zijn kleine figuurtjes. En dat is gewoon echt super. En dan hebben we hier onze zeepaardjes weer. Die zijn ook, denk ik, toch wel leuk om uit te knippen. Wel heel klein, maar om net even een hoekje te vullen. Is natuurlijk wel heel erg gaaf. Dan hebben we, wat ik net al bijna liet zien, de... Wat eigenlijk in een blokje, de mensen andere lijnen doen hem in een blokje, maar hun doen hem zo. De 15 bij 15 afbeeldingen. En je ziet inderdaad, zoals de bloemen, dat de afbeeldingen dan inderdaad net even kleiner zijn. Oh, ik moet wel in beeld blijven. Kijk. Zie je? Oh, wat zonde, Ines, dat je de schaar hebt weggedaan. Hoe leuk is dat? En er staan er 4 op een pagina. En nou ook inderdaad net even kleiner. De achterkant is niks. Dus je hoeft niet na te denken over wat je gaat snijden. Hier zitten de bloemen weer op en de vogeltjes. En ook weer het streepje. En ik moet zeggen, ik heb nu een begin gemaakt met een nieuwe mini-workshop. Die ik jullie straks ga laten zien en maken. En daar heb ik deze vellen dus extra voor ingekocht. Zodat ik dit heel aan jullie kon laten zien. En daar ben ik nu mee aan de gang. En dat werkt prima. Hier hebben we ook nog de roze tintjes. En kijk, hoe mooi. Echt. Het zit zelfs uit de verte. Is het gewoon... Ja, je kan er gewoon heel blij van worden, zeg maar. Hier heb je eigenlijk al een mooie basis voor een kaart. Kijk, heel veel maken hem. 15 bij 15. Ik zit meestal op 14. Ik weet ook niet waarom. Nou, en dan hebben we de strandstoeltjes nog een keertje. Ook in het klein. Met de blauwe tinten erbij. Je ziet blauw, roze. Het is gewoon echt past perfect bij elkaar. Ja, dat is waar, Anita. De kleinere vellen, als je nog niet zo lang doet, kun je hier kun je met die 15 bij 15 vellen en misschien net even beter uit mee bezig zijn, zeg maar. Wat ik ook altijd wel fijn vind bij Pion,
zijn de bijpassende kortstokvellen. Ik heb er hier 5 kleurtjes die ik eigenlijk het meest toch ga gebruiken. Als je met foto's werkt, is het natuurlijk prachtig om foto's hierop te leggen en een randje blauw te laten uitkomen. Dus dat vind ik zelf dan wel erg, erg mooi. En het is wat steviger. En het is gewoon allebei de kanten dezelfde kleur. Wij hebben dan 5 meebesteld, de crème ook. Ik adviseer er altijd bij te doen, want er zijn ook mensen die houden niet van craft. Ja, ik ben echt een craft, ik doe bijna alles met craft. Maar nu met deze lijn vind ik het heel leuk om de craft te laten steken met een van deze kleuren. Dus, waar ben jij blond mee, Donna? De kortste kleuren bij te zoeken, ja. Daarom vind ik dat zo handig. Er zijn meer lijnen die je doet, niet allemaal, maar dat is toch wel heel fijn. Maar ja, dan hebben we ook, ik zal even een leuk vel erbij pakken om de lintjes te laten zien. Want dat is natuurlijk ook handig. Ik heb ook de lintjes meebesteld. En oh, dat is ook weer zo. Echt, als dat thuis komt, dan is het net een cadeautje. Voel ik me net jarig. Zo. Gaat het er helemaal uit. Hoppakee. Nou, en waar ik mee wil beginnen, die ik het leukst vind. Zat die blauwe er ook tussen? Of was het alleen de roze? Dan weet ik niet meer. Volgens mij hadden we hem ook in blauw, maar zit hij hier niet tussen. Misschien helemaal een kleurtje blauw. Maar kijk, het strandhuisje. Even zo doen, dan kan je het beter zien. Kijk. Een beetje uit het licht. Is die nou mooi of niet? En een van de stanzen die de laatste tijd is uitgekomen. Nou, mooi kun je het niet hebben, hè? Ik heb hem al uitgestanst. Ik wil hem straks nog verwerken op in mijn mini-workshop. Maar ik dacht ook dat er een in blauw was. Maar het kan ook een ander kleurtje blauw zijn geweest, waardoor die hier niet bij past. Dat weet ik even niet meer. De roze is bredere lintjes. En hier zit een soort... Volgens mij zit er een soort ijzerdraadje in. Dus als je hier gewoon een strik mee maakt, blijft die echt mooi zitten. Want ik heb altijd moeite met, dan wil die ene lus weer niet goed. En met die andere, en met deze vind ik dat gewoon veel makkelijker. Ik wil. Nou, dat kan hoor, Donna. Ik geef straks de links, heb ik al klaarstaan. Dus die kan ik zo straks aan jullie doorgeven. Een heel mooi katoenen lintje. Waar ook weer aan de uiteinde een ijzerdraadje zit. En deze is een beetje doorschijnend. Deze glimt wat meer. Dus je kan het eigenlijk maken zoals je het hebben wil. Dit is ook altijd leuk. Er zit een... nou, net of is het verkeerd gestikt, zeg maar. Ik weet niet of je dat ziet, maar er zitten iets donkere lijntjes in. En in zo'n setje zitten 24 verschillende voor €9,95. En dit is een van onze nieuwe. Die had ik nog niet gezien, maar nou ook hem zie. Hebben... mooi hè, kijk eens. Ja, dit is inderdaad goed dat je het zegt, Sonja. Een heel mooi moederdag cadeau. Ik heb het mezelf dan maar cadeau gedaan. Maar kijk eens, deze is ook super mooi, zeg. Oh. Hij glimt een beetje, maar ik denk niet dat ik het kan laten. Oh ja, zo kan je toch een beetje zien dat hij glinstert. Erg mooi. Nou ja, wit past altijd. Oh, oké. Heel mooi kantje, heel subliem. En dan hebben we deze. Kijk, dat lijkt wel een beetje op visnet. Vind ik. Kun je heel goed daarvoor gebruiken. Het Oceana. Oceano mag ook. Een van mijn favorieten. En ook dit lijkt weer net op een visnet. En die zijn er ook in verschillende kleuren. Maar die past prima. Deze is ook erg mooi. Hier vind ik het ook erg leuk. We hebben van die bindertjes waarop staat especially for you. Die past hier heel mooi in het midden. Dan ben je die stiksteek ook kwijt. En daar is deze en het gewone roesjeslint ook heel geschikt voor. En dan hebben we... Die had ik vorige keer er ook in. Toen dacht ik van hij is niet goed opgerold. Maar dat hoort zo. Het is een beetje... Ik weet niet of je het kan zien, maar hij zigzagt een beetje. Nee, ik kan het niet laten zien. Maar dit is heel fijn roze. En het glimt ook een beetje. En deze ook. En dit is weer organza, dus dat strikt sowieso heel fijn. Ja, wij doen er altijd 24 in, want de een houdt hiervan, de andere houdt daarvan. En weet je, je hoeft nou niet te zoeken naar de kleuren die erbij passen. Ik heb ook alles al in bakken bij elkaar liggen, zodat ik nooit hoef te zoeken. Want het wordt al voor je gedaan. Oh, zit vast.
Dus nu door dat. Hoppakee, zo. Nou, deze hadden we net in het roze en die zit er ook in het blauw in. Dus een hele lichte blauw kleur. Nou, kijk dit dan. Als je een beetje van stoer houdt, mag dit best net of rafelt het. Maar dat is niet zo. Ja, het is wel zo, maar het gaat niet verder, zeg maar. Erg mooi. Nou, dit is een heel zacht kantje met een zigzagje erin. Ik weet niet of dat erin is. Erg mooi. Ja, ik blijf mooi zeggen, maar ja, het is gewoon zo. Er zijn zoveel verschillende soorten. En kijk, zoals hier ook heb je de verschillende diktes. Deze is wat breder. En die heeft een heel mooie, ja, open ruimte. Dat kan je niet zien, denk ik. Nee, maar er zitten hele kleine gaatjes in de zijkant. En je ziet al hoe ik het beweeg. Het is gewoon heel soepel. En hoe soepeler het lintje, hoe lekkerder het strikt, vind ik altijd zelf. En natuurlijk hoef je niet alle lintjes te strikken. Want het is natuurlijk ook leuk om gewoon zo achter je foto langs een randje te maken. Dit is heel fijn kant. Ja, kantelint. Het zit er een beetje tussenin. En het lijkt ook net of dat het wel een beetje glimt. Kijk eens. En dan hebben we ook. Nou, dit is echt natuurlijk wel een beetje passend bij het zeethema. Crème zit hierin met blauw. De bolletjes zien we ook niet zo vaak. Dat is wel leuk, want dat. Weet je, soms weet je ook niet wat er allemaal te koop is. En dan heb je weer eens een hele andere lijn. Dit zijn de bolletjes. Ach, kijk nou. De sterren. Mooi. Ik had het zelf ook nog niet gezien, dus het is voor mij ook allemaal nieuw. En dan hebben we dit. Nou, dit is natuurlijk echt net visnet, hè? Hoe gaaf. Kijk nou. In blauw en in roze past perfect echt erbij. Je ziet het wel door het papier heen. En dit hoeft ook maar een heel klein stukje in een hoekje of zo. Dus dit is gewoon super zuinig eigenlijk. Ik zou er geen strik mee maken. Ik ben bang dat dat wel heel groot wordt. Ik vouw deze even op, die is wel erg groot. En dan nog het accessoire set. Die hebben we er ook nog bij. Volgens mij vinden jullie het allemaal wel erg mooi. Ja, goed van Fem, hè, dat ze dit zo heeft uitgezocht. Dat is aan haar wel toevertrouwd. Nou, dan hebben we hier de rietjes die erin zitten. Ook leuk. Een stippeltje, een schuin streepje en een hokje. En twee van elk. Nou ja, je kan al zien als ik het hier neerleg. Het past perfect erbij. What can I say more? En dan hebben we nog het strikken setje en alles wat erbij zit. Die zal ik even uitgooien. Hoppakee. Dat is zo moeilijk. Nou, de strikjes, onze welbekende strikjes. Ik gebruik ze denk ik op elk project of kaart wel. Zo. Beetje verschillende tinten blauw. Want eigenlijk beide kunnen erbij. Want hier heb je die lichtblauw. En hier heb je die kleur. Dus het past eigenlijk allemaal. En de kwastje is heel leuk aan de zijkant van je album natuurlijk. Hè, met een leuk lintje, heel smal lintje of een ketting of iets dergelijks. Ja, rietjes, ik ben er ook gek van. Ik zal niet laten zien hoeveel ik er heb, maar ik grijp altijd dan nog mis. Een heel mooi knoopje, wat ook in het zeethema hoort. Dat is met een, dit is dan eentje met een, nou, een zeilschip erop, geloof ik. Die zijn in verschillende soorten. Dus het kan zijn dat jij net een andere krijgt, maar het is wel allemaal een beetje het zeethema. En dan hebben we hier het zeeschildpadje als een bedeltje. Oh, hier is nog een stukje. Kijk, en nog drie kwastjes. En dat zit, oh, knoopje ook nog, vergeet ik nog. Een bloemetje voor bij de andere helft, voor de bloemenkaart, zeg maar. Dus ik denk een hele mooie serie zo. Ik vond het toch de moeite waard om dat even aan jullie te laten zien. Over een klein uurtje komen de links allemaal, heb ik even in een bericht gezet, zodat je makkelijker kan terugzoeken. Dit is dan een hele set, zoals je hier ligt, met cardstock. Ik weet even niet hoe duur die is. Ben ik even vergeten. Maar dat zie je dan straks in de links wel terug. De rietjes er weer even in. Want ik heb natuurlijk ook beloofd dat ik een kleine workshop zou laten zien. En dan heb ik toch een beetje ruimte nodig. De lintjes ga ik wel even in zijn geheel naar de andere kant bonjouren. En zo. Ja, inderdaad, het is deze maand de maand van het vakantiegeld. Dus dan kunnen we en mogen we vast allemaal wel weer wat leuks uitzoeken. Zo. Wat we gaan doen, maken. Oh ja, ik heb eerst nog even een, daar ben ik mee bezig, een kaartje al vastgemaakt. Dat wordt een geheel met het workshop.
projectje. Maar deze heb ik alvast even gemaakt, zodat je een beetje kan zien als je gaat plakken met het papier hoe leuk het wordt. Dus en ja, we hebben natuurlijk in de winkel hebben wij een apart hoekje, wat speciaal echt allemaal spulletjes zijn voor zee, strand, dat soort dingen. En daar zie je echt alles wat er maar is. En ja, we hebben sinds kort natuurlijk dit hele mooie visnet in diverse kleuren. En deze vond ik hier toch heel goed bij passen. En kijk, als je hem uittrekt, hoe leuk is dat? En je hebt maar kleine stukjes nodig in zo'n hoek. Dus er zit, ik dacht, 1 meter op, misschien nog wel meer, staat er niet op. En die hebben we in verschillende kleuren. Dus dit vind ik al heel mooi erbij passen. Dus dat wou ik toch even laten zien. Ik had die donkerblauw heb ik hier ook toevallig liggen. Maar ik vond deze er net even mooi bij passen. En dan is er nog een kleur blauw en volgens mij is er ook nog crème. Wat we gaan maken. Ik heb het hier al even in elkaar gezet. Dat ga ik, wil ik zo even met jullie doen. En nou had ik jullie natuurlijk beloofd om, hoe heet het? Om iets weg te geven onder diegenen die gezellig meekletsen en meekijken. En dat is namelijk, ik heb dit even snel verzonnen. En dit hebben we ook basissetjes van gemaakt. En zo'n basissetje ga ik straks verloten onder diegenen die hebben meegedaan vanmiddag. Vind ik toch heel superleuk en dat mag best beloond worden. Dus dit is het mini-workshopje. Deze komt dan straks hierbovenop. Dit wordt mijn voorkant. Maar ik wil er nog een lintje in doen, zodat ik hem straks, die komt er dan tussen. Zodat ik hem straks aan beide kanten kan dichtstrikken. En het is geen uitgebreide workshop. Maar ik denk dat dat ook wel eens leuk is. Het is gemaakt van diverse zakjes. Ja, dat kan ook niet anders, hè, dat is niet meer. Ik zal even laten zien wat erin zit. Er zit een halve meter organza lint in. En er zitten, dit is een grote, 5 labels in 2 verschillende maten. 2 loonzakjes. 2 vlakke zakjes. En 2 paperbags met blokbodem. Dat kun je hier zien. En een vel kaartstok. Dus dat zit er in het basissetje. En één van jullie kan dat straks winnen. Maar, en er zit dan ook de werkwijze in die ik straks laat zien. Maar we hebben ook dan nog degene die dit weekend gaan bestellen tot zondag nacht 12 uur. Die krijgen bij besteding van €20 zo'n zakje, zo'n hele basisset gratis. Ik zal het straks nog een keer noemen. Dus kijk even rustig mee. Ik laat hem eerst even zien. Dus mijn kaart komt straks hierbovenop. Dat is mijn voorkantje. En dan gaat hij open. En dan kan je hier sowieso alweer een label in doen. Maar die maak ik straks zelf. En dan heb ik hier. Waar is mijn label? Kan ik even laten zien. Hier heb ik een opening gemaakt. Waar diverse labels in kunnen. Kijk. Maar ik heb hier ook een zakje waar wat in kan. En dat heb ik ook aan deze kant. En dan heb je nog 2 loonzakjes waarvan je deze kan zeggen, die doe ik hier en die andere daar. Die tweede heb ik nog niet, maar die heb ik wel, maar die heb ik nog niet gemaakt. Omdat ik een beetje twijfel of ik dat wil. Maar eentje vind ik sowieso leuk. Ook hier kan weer een label in. En je kan deze natuurlijk openmaken en er kan een label in. En dat ga ik even laten zien hoe dat werkt. Want dit filmpje komt dan ook straks weer op YouTube. En dan, maar de werkwijze zit ook in het setje wat je dan gaat bestellen. En het is echt zo klaar. Het is helemaal niet moeilijk, maar ik vond het wel een heel, weet je, op deze manier kun je ook heel leuk een cadeaukaart of zo in verwerken. Doe je hem op een label en maak je hier een leuk stripje waar je dat pasje dan in kan doen. En dan heb je een hele leuke manier om zo'n cadeaukaart weg te geven. Maar goed, ik heb al laten zien wat erin zit. Dan hebben we de 2 paperbags. En die gaan we even omvouwen. Precies, hè, precies op die, waar die blokbodem eindigt, gaan we hem omklappen. En dan moet ik wel even mijn vouwbeentje erbij. Zo. En dat doen we ook met zak nummer 2. Soms zit er een beetje verschil in die bodems qua grootte. Maar dat is niet erg, want dan zien we straks niks meer van terug. Zo. En dan hebben we bijna de basis aan, want dit gaat dus nu aan elkaar.
Je kan hem ook andersom vouwen als je die bodem niet wil, maar ik doe hem zo. Waar is mijn tape? Ik moet even de rode gebruiken, want de witte is op. Even kijken, hier. Wat je gaat doen, is aan één kant, op de gevouwen kant, ga je tape plakken. Een heel smaltje maar, de smalle die er is, 3 mm is dit geloof ik. Want hoe breder je daar plakt, hoe minder tape je daarin kwijt kan. Zo, en ook eentje aan de onderkant. Zo. Dat zit. En dan vind ik het altijd wel handig om die dingen los te pulken met. Dus met die witte veel makkelijker. Die heb ik er altijd zo af. En met deze. Die zijn ook nog een statisch. Maar. Ja. En die. En dan plak je ze tegen elkaar. En dat zeg ik, soms zit er een beetje verschil in, maar daar zien we straks niks meer van terug. Zo. Nou, dit is dan alvast de basis. Nou, dat is goed te doen. Ik zal even meelezen of ik nog wat mis aan vragen. Dan moeten jullie het gewoon even gillen, zeg maar. Ja, dit is ook leuk, inderdaad, voor moederdag, maar dan moet je wel heel snel aan de slag. Dat moet je echt heel snel werken. Oké, de volgende set is mijn kartstok. Pak ik even erbij. En die moet. Even spieken hoor. 6,5 bij 15,3. Even de snijding erbij. En dan ben ik het alweer vergeten wat ik zei. Sorry, had ik voor moeten werken. Maar het is ook wel echt zo, hè? 6,5. 6,5. Ja, heb ik. Bij 15,3. Even kijken. 15,3. Ja, heb ik. De mooie kant leg ik onder, want die wil ik straks zien. En dan gaan we deze rillen. En die gaan we rillen op 2,5. Zo. En op 4. Als ik me niet vergis, ja. En ook even hier een streepje. 2,5 en 4. En dan gaan we hem rillen. Waar is mijn andere streepje nu? Daar. Door het lampje, je kaartstok. En dat ga je omvouwen. Zo. Zo. En dan ga je aan deze twee kanten gaan we tape plakken. En mijn brede tape was ook op, dus ik heb een hele nieuwe. En je zorgt ervoor dat je niet over de rillijn of de vouwlijn heen plakt, want dan kun je er straks niks meer mee. Kijk, en dit is ook zo mooi, je kan dit gewoon met de hand scheuren. En ik heb altijd handen tekort als ik met die rode tape moet de schaar weer zoeken en dan zit het weer vastgeplakt. En dit is echt hele sterke tape. Zo. Deze komt straks, als je eerst wilt kleuren, kan dat ook. Maar die komt straks hier omheen. En die wordt dus aan de achterkant en aan de voorkant van het album wordt die vastgezet. Je kan er ook voor kiezen niks van die stak af te knippen. Ik vind dat te groot, dus ik heb de mijne op 15, dacht ik, gedaan. Kijk, ik heb dit stuk eraf gehaald, staat ook in de werkwijze. Maar vind je het leuker, dan heb je meer te beplakken. Ik laat het voor nu even zo. Dan kun je het zo laten. Dus deze komt hier omheen. Doe ik straks even. Het is de bedoeling dat hij wel afkomt. Nou, dan hebben we deze vlakke zakjes. Die gaan we hierop plakken. Helemaal precies. En je ziet, ik zal hem even omhoog doen. Hier eindigt mijn blokbodem. En hij steekt iets uit, maar dat is niet erg. Dus als je hier oneven uitkomt, omdat die zakken iets langer is dan iets dan ander, werk je dat dus weer weg door deze op te plakken. Dus ik zal hem even vastzetten met een tape. Kijk, en dan komen die blauwe of die groene dingetjes er weer aan. En dan ga je hier op plakken. En hier.
En dat hoeft niet heel veel, want het heeft niet veel te houden. Dus ik doe gewoon 3, 1 in het midden. En dan is het goed. Zo. En dat doe je straks ook aan de andere kant. En dan heb ik mijn pincet weer ergens weer neergegooid, waar ik hem niet terug kan winnen. Hier. Kijk, die heb ik altijd vaak zo eraf. In de prullenbak. Hoppakee. Zo. Hups. En dan ga je heel voorzichtig recht deze aan de onderkant ook. Dat is nadeel van tape. Als het zit, dan zit het. En dan zit het ook aan mij vast. Zo. Maar je ziet dat hier die opening nog gewoon blijft. Omdat je hem alleen tegen de blokbodem aanschuift. Dus, en dat doe je ook met die andere kant. Op 3 stukjes maar. Zo. En dan het andere zakje. En zo heb je toch weer een mini-album. Of een leuk iets om cadeau te geven. Dit is niet altijd mijn handigste kant. Vanaf deze kant. Zo. Oh, ik zie al iets scheef, maar het trekt toch wel weg. Nou, en dan heb je alvast deze. Dan hier nog steeds dus die inhang. En dan hebben we de 2 loodzakjes daarvoor. Even spieken, want de maat weet ik niet uit mijn hoofd. Even kijken. Nou, dat is nou de eerste deel. Zo. Ik ben altijd zo slordig, kan nooit wat terugvinden. Strookje van 2 bij 9,5. 2. Ja. En dan 9,5. Oké. Met de korst. Zo. Ja. Dat ga je dubbel vouwen. Of weer, ik heb dan eentje met 2 kleuren. De mooie kleur doe ik altijd naar. Niet dat je er straks wat van terug ziet, maar op een of andere manier heb ik daar wat mee. Zo. En die plak je, zoals ik hier heb, aan die kant plak je die op. Dus eerst de achterkant, tape, smalle tape, die. Hij komt dan zo. Je kan hier natuurlijk, omdat dit een stuk langer is, kan je hem voor kiezen of om hier, of in het midden. Dat moet je zelf even uit te maken. Ik heb hem hier, ik denk afgemeten en in het midden geplakt. Zie je? Dus deze komt zo, als ik me niet vergis. Dus altijd even, deze komt zo, die komt zo. Dus plakken we hier een stukje tape. Moet ik toch die smalle, want die andere is volgens mij net te breed. Zo. En dan plakken we deze. Dit is de bovenkant, dus op de achterkant van het loonzakje. Kijk of ik dit zo zonder dat al te scheef plak. Hier, kijk. Dus het vlakje hou je aan de voorkant. Hier komt het extra strookje. En die plak je. Ik denk dat ik nou de verkeerde kant heb. Het plak erin. Ja, dus ik doe zo'n binnen- en buitenkant. Zo. En dan deze. Dit is het midden, de binnenkant van het kleine strookje. Die plak je. Hier heb je dus die zijvouw van die zak. En dan kun je een mooie. Ik maak me nu niet uit waar ik hem plak. Dus ik denk dat ik hem gewoon tot die vouw van het strookje. Niet eroverheen, want dan klapt hij niet naar binnen. Ga je hem opplakken. En dan vouw je hem om. En ja, je hebt nog eentje, dus je kan ook zeggen aan die kant en ik wil die andere kant niet. Of misschien vind je het zelfs leuk om hem aan de achterkant te doen, dat kan ook. Als je die allemaal klaar hebt, kun je eventueel er ook voor kiezen om hier allemaal nog stukjes tape te plakken om hem dicht te doen. Maar ik ken mezelf, ik ben een dikke scrapper, dus ik laat hem heel even los nog om te kijken hoe ik uitkom. Dus, en dan komt het strootje er straks nog omheen, zo. Lintje plak je dan op voordat. Zo. Even aan de binnenkant. Zo.
Je hebt een stukje lint in het pakket zitten. En die knip je door de midden. En die plak je eerst een beetje hier. Of als je hem lager wil, maakt niet uit natuurlijk. En daarna heb ik dit er alvast op gedaan. En dan kun je hem zelf verder afmaken. En ja, bij mij gaat hij nu heel even de kast in. Want ik ben ook met andere projecten bezig. Maar zo heb je toch weer van met weinig artikelen. Dus kun je iets heel leuks maken. En je ziet, we hebben nog meer tags. Hier kan je natuurlijk eentje inschuiven. Hier kan je eentje inschuiven. Hier kan je nog eentje inschuiven. En voor deze zou ik zeggen, maak zelf een van een cardstock, want dat is vrij groot. En de grootste label bij ons, die valt er nog uit, dus dat zou ik niet doen. Ik zou gewoon van cardstock even opmeten en een mooie kleine ertussen doen. Oh ja, en in het midden natuurlijk. En je kan alles meteen plakken, want je werkt meteen daarna toch alles weg. Je ziet natuurlijk het strookje, maar hier komt straks de zendpapier overheen. En dan zie je er niks meer van terug. Dus gewoon even een klein projectje voor tussendoor. En kijk, hier heb ik al vast een strookje tape om die zijkant een beetje dicht te plakken. Maar dat doe ik dus, weet ik nog niet zeker of ik dat ga doen. Dus ik heb nog een paar dingen die ik wil laten zien, dacht ik. Maar het is inmiddels alweer zo'n grote bende, dat kan niet eens meer weten wat. Maar in ieder geval, ik kreeg vragen laatst over de stickers die ik had gebruikt. Dat zijn deze. Ik had op zo'n kaartje, see you, ik kan het natuurlijk straks heel mooi verwerken. En daar kun je gewoon zelf je teksten mee maken. En dat zijn deze pakketjes van Tim Hol. Ze zitten er zes in. Allemaal dezelfde lettertypes. En je ziet ook heel veel dezelfde letters, zodat je niet snel misschrijft. Ik denk, laat ik dat meteen dan ook even zien, want dat is natuurlijk wel nu even de kans. En ik had natuurlijk ook deze al laten zien. Die wil ik toch eventjes nog laten zien. Het strandhuisje. Hoe perfect past die bij dit thema? Dit is het stansje. Er zit ook zo'n kleine bij. Wat je kan doen, ik heb deze bijvoorbeeld twee keer uitgestanst. Maar het is ook leuk als je hem in je malletje laat zitten. En je gaat met een. Wat is mijn. Het is een hele oude, er zit niet veel op. Maar als je zegt, ik wil er wat, een beetje echt het houtstructuur in. Kun je hem ook met een beetje inkt. Kun je hem bewerken. Laat ik even zien. Kijk. Maar wat nog leuker is, je kan ook hem twee keer uitstansen. En ben ik zo handig om het zo snel te knippen. En je gaat het dakje, ga je, kan je op twee manieren doen. Zo. Het dakje kun je ook 3D maken door hier bijvoorbeeld foam achter te plakken. En dan even dat extra dimensie eraan te geven. Dat is ook nog heel erg leuk. Of je haalt hem uit de cardstock, dat je die erop plakt. Kan ook. Dus, maar je ziet hoe leuk die is. En bij dat lint, wat we natuurlijk nu hebben met die strandhuisjes, heb je natuurlijk een perfecte match. En de golven liet ik net ook al zien. Nou, die heb ik even eerst uit wit gestanst. Nou, uit dat blauwe cardstock van de Pion is dat natuurlijk een prachtige serie. Dus dat wilde ik eigenlijk nog even laten zien. En wat ik ook heel erg leuk vind, die moet ik nog verwerken. Kijk. Dit is een malletje van Marianne Design. En er zitten heel veel kleintjes op. Allemaal visjes, krabjes, schelpjes. Maar ook deze. Nou, hoe lief is dat? Straks even bewerken met een beetje inkt. En die krijgt ook zeker een plekje dan in mijn album. Nou, ik denk dat dat het een beetje was wat ik jullie wilde laten zien. Dus ik ga straks bekendmaken. Ik ga straks even teruglezen. Ik heb natuurlijk niet alles kunnen volgen. Maar ik ga straks iemand kiezen die dit setje dus voor niks krijgt toegestuurd. En degene die een bestelling willen doen en die zit boven de 20 euro, die krijgt dit setje er gratis bij. Zet dan wel, als je aan het afrekenen bij, of als je gaat afrekenen op de site, bij opmerkingen dat je voor 20 euro meer hebt besteld en dat je dan recht hebt op dit setje. Dus niet vergeten, heel belangrijk. En vanaf maandag komt hij in de verkoop. Maar maandag meer daarover. Dus voor nu maak je kans, sowieso één gratis. En degene die bestellen bij 20 euro of meer, die krijgen hem met de bestelling mee. Maar zet het dan wel even bij de opmerkingen erbij. Nou, ik denk dat ik alles heb gehad. Ik hoop dat jullie het kunnen volgen. Of heb kunnen volgen.
En als er nog vragen zijn, kun je natuurlijk ook even privé in de chat komen of gewoon in de groep gooien. Is altijd goed. En ja, ik denk dat ik jullie nog een heel fijn weekend toe wens. En ik ben heel benieuwd wie ook hiermee aan de slag gaat. Want nou, jullie hebben nu zelf kunnen zien hoe mooi de lijn is. Dus geniet van je weekend en we spreken elkaar snel weer. Doeg!